Dames, heren ook, vandaag wil ik het met u hebben over de film en het boek Death in Venice, ofwel De Dood in Venetië van Thomas Mann. Thomas Mann heeft een verhaal geschreven van 70 pagina's naar aanleiding van de dood van Gustav Mahler in 1911. Dit verhaal speelt zich ook af in 1911. En waar gaat het over? Het gaat over de schrijver Gustav von Aschenbach. De figuur Gustav von Aschenbach heeft een zwakke gezondheid en moet af en toe wel eens kuren in het buitenland. Hij maakt dus rondreizen en zo ook maakt hij dus een reis naar Venetië. En in Venetië geniet hij van een vakantie, maar voelt zich toch niet heel erg lekker. En hij hoort ook van geruchten van een pestilentie, een epidemie, een ziekte die rondwaart door de stad Venetië. Hij ziet de stad ook gedesinfecteerd worden en hij vraagt zich af wat dat allemaal te betekenen heeft. Maar niemand geeft hem echt oprecht antwoord, omdat Venetië toen al in 1911 een enorme afhankelijkheid had van de toeristenindustrie. Dus alle hotels, restaurants, verkopers willen natuurlijk helemaal niet vertellen dat er een ziekte rondwaart, want dat zou wel eens inkomsten kunnen schelen. Tijdens zijn verblijf in het hotel raakt Gustav von Aschenbach totaal verslingerd, geobsedeerd van een jonge Tajou. Tajou is een jonge man, nou ja, puber van 15 jaar. En maakt onderdeel uit van een Poolse familie met een Franse gouvernante, een moeder en drie zussen. De figuur von Aschenbach raakt helemaal bezeten van de schoonheid van deze jongen. De schoonheid is ongeëvenaard. Hij ziet eruit als een engel. Het is eigenlijk een schoonheid van buitenaardse proporties. En von Aschenbach raakt helemaal in de ban van deze jongen. En het laat hem niet meer los. Er komt ook nog een moment in het verhaal dat von Aschenbach besluit te vertrekken. Maar doordat er iets fout gaat met koffers op een station. Hè, wie kent het niet op vliegvelden? Dat was natuurlijk toen ook. In 1911 besluit hij toch om in Venetië te blijven. En ja, zich helemaal te onderwerpen aan de schoonheid van deze jongen. Het wordt zelfs zo obsessief dat hij volgt die familie overal waar die maar kan. En hij gaat ten onder aan deze jongen. Deze Tajou, deze figuur, zal uiteindelijk dus de ondergang worden voor onze hoofdpersoon Gustav von Aschenbach. Von Aschenbach gaat zelfs zo ver door zichzelf helemaal toe te takelen met make-up, haarververijen, zijn snor wordt bijgeknipt. Tot groot verdriet van eigenlijk zichzelf wordt von Aschenbach eigenlijk een geschminkte, dweepzieke clown die niet zo goed weet wat hij met zijn leven aan moet. En hij weet al helemaal niet hoe hij zonder Tajou verder zou moeten. Zonder Tajou kan hij niet meer leven en dat zal uiteindelijk dan ook gebeuren op zeer operateske wijze. Daar heeft dus Luchino Visconti deze schitterende film van gemaakt. Verschillen tussen het boek en de film zijn er natuurlijk wel degelijk. Hoewel dus Visconti het verhaal van A tot Z helemaal keurig volgt, zelfs sommige beschrijvingen echt letterlijk filmt. En dus laat hij het zien. In plaats van dat het beschreven wordt. Dus daarin is Visconti echt een meester. Want als je het leest, zie je gewoon de film voor je. Maar een groot verschil is het feit dat von Aschenbach in het boek een schrijver is. En in de film een muzikus, een componist. Een componist gemodelleerd naar Gustav Mahler. En een heel groot verschil tussen het boek en de film zijn de flashbacks van Gustav von Aschenbach. Dat zijn enorm intellectuele gesprekken tussen dus Gustav, gespeeld door Dirk Bogarde, en zijn vriend Alfred, gespeeld door Mark Burns. En deze gesprekken heeft Luchino Visconti samen met zijn medetekstschrijver Nicola Badalucco gemaakt. En deze
teksten komen dus niet in het boek voor. Zeker niet op die manier. Misschien wel kleine fragmentjes, maar niet in het grote geheel. En dit zijn enorme intellectuele gesprekken over schoonheid. Kun je kunst maken? Kun je kunst creëren? Kan je schoonheid maken? Is schoonheid er niet al? Is het niet zomaar een gelukstreffer? Of is het iets wat je nauwgezet maken kunt? En deze twee mannen hebben daar stevige discussies over. Zelfs tot aan ruzie toe. En die Alfred is eigenlijk de luis in de pels van die Gustav. En het werk van Gustav wordt heel vaak door die Alfred zwaar bekritiseerd. En hij krijgt zelfs de opmerking van: als je mainstream werk maakt, dan moet je maar uitkijken, want onder de mainstream ligt mediocrity, middelmatigheid. En die Mark Burns, die Alfred speelt, is dus een enorme gepassioneerde criticaster. En die Gustav kan daar niet tegenop. En die dynamiek die je in die film ziet, met die argumenten over schoonheid, over kunst, over het nut van kunst en het ultieme, dat is iets wat Visconti met Badalucco zelf heeft toegevoegd. Wat ik eigenlijk wel gaaf vind aan de gesprekken, want eerst dacht ik, ja, moeten die gesprekken er nou tussen? Want ja, ik denk dat je zonder de gesprekken de film ook fantastisch kan volgen. Maar eigenlijk vind ik het onvermogen om schoonheid te omschrijven heel goed verteld in deze gesprekken. Want je wilt eigenlijk vertellen aan de wereld: dit is mooi, dit is gaaf, wat ik nu ook doe met dit filmpje. En eigenlijk is het niet te doen. Woorden schieten eigenlijk altijd tekort. En dat laten deze flashbacks heel goed zien. En daarom zijn ze juist een goede toevoeging. En Visconti kan dan even zo en passant zijn ideeën over kunst en schoonheid vertellen. Vertelt Luchino Visconti met Death in Venice het verhaal van Thomas Mann? Ja, maar niet alleen dat. Nee, hij vertelt ook zijn eigen jeugd, zijn eigen wereld. De wereld van Thomas Mann van 1911 is de wereld waar Visconti zelf uitkomt. Het flaneren over de boulevards, het liggen op de stranden, het, laten we zeggen, het paradijselijke leven wat de adel in die tijd nog had, dat leven, dat kende Visconti uit zijn jeugd als geen ander. Als ik zijn volledige naam even mag voorlezen, dan doe ik dat graag. En houd u vast. Want wat was de volledige naam van Luchino Visconti? Luchino Visconti di Modrone, graaf van Lonate Pozzolo. Visconti is, vertaald naar het Nederlands natuurlijk, burggraaf. Of als je naar het Engelse woord kijkt, dan krijg je Viscount. Dus Visconti is een burggraaf. Visconti was van adel. En dit leven wat je dus ziet in Death in Venice is het leven wat de adel leidde voor de Eerste Wereldoorlog. En dit is de wereld die Visconti ons wil laten zien. En ik ga nog een stap verder. Nou ja, niet ik, maar in heel veel analyses wordt dat verteld. Maar de actrice die dus de moeder van Taju speelt is Silvana Mangano. En Silvana Mangano is echt, laten we zeggen, geboetseerd naar de moeder van Luchino Visconti. Zijn moeder stierf in 1939. Toen was hij eigenlijk nog maar een jaar of 2, 33. En dat was een enorme klap voor Visconti. En dat heeft hem ook een tijd lang gekost voordat hij dus weer dat verdriet te boven kwam. En die Silvana Mangano, die moest dus aangekleed worden zoals zijn moeder. Die moest de hoeden dragen zoals zijn moeder dat deed. En de voiles, zij moest, tijdens de screentests moest Silvana Mangano de voiles om haar gezicht heen, hè, dat waren altijd van die doorzichtige voiles, hè, van gaas, waar vrouwen altijd mee liepen. En die moest zij om haar gezicht draperen, precies zoals de moeder van Visconti dat deed. En dan ging Visconti dat helemaal regisseren. Maar zij moest eigenlijk een
letterlijke kopie zijn van de moeder van Visconti. Ik zou nog een stap verder willen gaan als Silvana Mangano dus de moeder van Visconti is. Is Björn Andressen, die dus de rol van Taju speelt, eigenlijk Visconti zelf. Want als je de jeugdfoto's van Visconti ziet, zie je ook weer een hele knappe, aantrekkelijke jongeling. Ook iemand die zelfbewust naar zo'n foto kijkt en charisma heeft. Net zoals de acteur Björn Andressen. Natuurlijk heeft Visconti niet zozeer naar zichzelf gezocht, maar wel naar een type waar hij zelf natuurlijk ook toe aangetrokken zou worden. En dat is dus de acteur Björn Andressen uit Scandinavië. Paste natuurlijk perfect in dat plaatje. Dus met Death in Venice vertelt hij dus niet alleen het verhaal van Thomas Mann, maar hij vertelt dus ook zijn eigen jeugd, zijn eigen wereld en de wereld die dus vergaat, die dus niet meer bestaat en dus sterft met het verhaal De Dood in Venetië. De obsessie van Gustav von Aschenbach voor de Poolse jongeling Taju, dat hij een buitenaardse schoonheid bezit, dat is nu wel gemaakt, dat punt. Maar in het verlengde ligt natuurlijk de latente homoseksualiteit. Ofwel, wat doe je met homoseksualiteit in een wereld waarin dat niet geaccepteerd is? Sterker nog, het bestaat gewoon niet. Wat doe je daarmee? Met gevoelens die niet bestaan. Zelfs niet in je eigen morele wereld. Zoals Gustav von Aschenbach er gewoon vanuit gaat dat hij geen homoseksueel is. Hij is gewoon getrouwd. Hij heeft kinderen. En hoe kan het dan ineens dat hij die gevoelens heeft? En hoe daar dan mee om te gaan? Dit thema is heel belangrijk voor dus de schrijver Thomas Mann en de filmmaker Luchino Visconti. Omdat beide mannen met dit probleem geworsteld hebben. Beide waren het mannen die affaires en zelfs huwelijken hadden met vrouwen. Thomas Mann had kinderen. Bij Thomas Mann zijn daar eigenlijk alleen maar vage aanwijzingen dat hij homoseksuele gevoelens zou hebben. Bij Visconti is dat anders. Visconti was iets, laten we zeggen, meer outspoken daarover. Maar ook in hele beperkte mate. Maar iedereen wist wel dat hij een relatie had met Franco Zeffirelli een tijdje. En zijn laatste jaren heeft hij een relatie gehad met Helmut Berger. Een acteur die ook in twee van zijn Duitse trilogiereeks geacteerd heeft. Het was dus in die tijd heel lastig om openlijk homoseksueel te zijn. Er waren vroeger nog heel veel landen die dat als echt als misdaad beschouwden. Je kon er gevangenisstraf voor krijgen. Iemand als Oscar Wilde bijvoorbeeld, die heeft gewoon 2 jaar dwangarbeid moeten doen, omdat hij een homoseksuele affaire had met ene Bozy. Nou ja, daar is nog een film van met Stephen Fry. Het was, zeker in de 19e eeuw, totaal niet de bedoeling dat 2 mannen of 2 vrouwen samenwoonden in seksueel opzicht. Bij Thomas Mann was dat heel vaag. Er waren wel aanwijzingen dat hij homoseksueel was, maar hij was ook getrouwd, had ook kinderen. Maar je ziet wel in zo'n boek als Death in Venice dat hij heel goed weet te omschrijven hoe het is om met je eigen homoseksualiteit geconfronteerd te worden en hoe daar dan mee om te gaan. Nou, in een boek kan je dat natuurlijk heel dramatisch eindigen. In het echte leven, ja, hoop je natuurlijk niet aan cholera dood te gaan terwijl je naar de liefde van je leven staat te kijken. Dus dat, nou ja, dat hoop je dan natuurlijk niet. Visconti begreep dat. Ook Visconti was niet per se openlijk homoseksueel. Men wist van zijn affaires met, maar als je het aan hem persoonlijk zou vragen, dan zou hij het toch ook ontkennen. De acteur Dirk Bogarde is ook getrouwd geweest, maar daar heeft men ook altijd het vermoeden gehad, was dat ook niet een homoseksueel. Hij heeft ook heel lang met een man samengewoond, maar hij heeft altijd ontkend dat dat een homoseksuele relatie was. Het waren gewoon vrienden die 20 jaar samenwoonden. Maar als je eigenlijk bedenkt dat hij de laatste jaren ook
heel intensief voor zijn partner gezorgd heeft die, toen hij ernstig kanker had. Ja, ontkom je toch niet helemaal aan de gedachte van nou, zou daar niet iets meer achter zitten? Maar daarom eigenlijk dit drietal, dus de schrijver Thomas Mann, de filmer Visconti en de acteur Bogart, die dus alle drie te maken hebben met een wereld die heel vijandig is ten opzichte van de homoseksualiteit. Het uit de kast komen is gewoon geen optie. Dus hoe daarmee om te gaan. En dat wordt in deze film fantastisch neergezet. En is het ook wel weer universeel. Er zijn een hele hoop voorbeelden van films waarin dus de omstandigheden bepalen of een liefde wel of niet door kan gaan. Denk aan films als Far From Heaven of Guess Who's Coming to Dinner. Daarin speelt natuurlijk het racisme van de Verenigde Staten een enorme rol. Waarin dus witte en zwarte mensen niet met elkaar kunnen trouwen omdat ze wit en zwart zijn. Neem de Australische film Tim met Mel Gibson. Waarin dus een lerares verliefd wordt op een zwakzinnige jongen, namelijk Tim. En de omgeving veroordeelt dat ook, omdat je kan nou eenmaal niet met een zwakzinnige een relatie hebben. Dan heb je de film La Jetée, waarin dus door tijdreizen het heel erg moeilijk wordt om verliefd op iemand te worden. En The Curious Case of Benjamin Button gaat natuurlijk ook over verkeerde leeftijden. En denk ook aan een film als Harold and Maude, waarin ook een jonge man met een oudere dame een relatie begint, of het alom bekende Lolita van Stanley Kubrick, maar de schrijver ben ik even kwijt, maar ook een heel bekende film. Neem de film Romeo en Juliet van Zeffirelli, toneelstuk van Shakespeare, daar heb je twee bendes en dan heb je ook een onmogelijke liefde die ook tot bloedens toe eindigt. En daarin zou je kunnen zeggen is Death in Venice niet zuiver en alleen voor de homoseksuelen, maar is het verhaal en zijn de problemen echt universeel. Want iedereen kan wel een voorbeeld opnoemen van een onbeantwoorde liefde of een liefde die niet mogelijk is door omstandigheden om je heen waar je zelf helemaal niets aan kan doen. En dat heeft Visconti in deze film als geen ander heel goed weten neer te zetten. Dan wil ik nog twee dingen aanstrepen, namelijk de acteurs en de muziek. Als eerste acteurs. Dirk Bogarde, dit is een van zijn meest briljante rollen ooit. Hij laat zoveel zien van vreugde, verdriet, angst, bravoure, charisma. Dirk Bogarde heeft het allemaal in zich. Hij is zo gaaf in deze film en met zo weinig dialoog vertelt hij zo enorm veel. En Dirk Bogarde is gewoon schitterend in deze film. Björn Andersen, die dus Taju speelt. Ja, als je charisma wilt zien, dan is deze acteur een schoolvoorbeeld daarvan. Dat heb je of je hebt het niet. Meer kan ik er niet over zeggen. Voor de westernkenners onder ons, de hotelmanager wordt gespeeld door Romolo Valli. Dat was een Italiaanse acteur die we dus kennen uit bijvoorbeeld de film Giù la Testa. En dan natuurlijk Silvana Mangano, die dus de moeder van Taju speelt. En ja, prachtige vrouw die er zo goed uitziet. En laat ik het zo zeggen, het zijn allemaal diva's in een opera. En dan kom ik dus op mijn tweede onderdeel, namelijk de muziek. Visconti was een enorme opera-liefhebber al vanaf zijn jeugd. Ging hij naar de opera, hij kende het ook allemaal en hij heeft ook heel veel opera's geregisseerd. Hij heeft dus ook heel veel samengewerkt met Maria Callas. Maria Callas beschouwde Luchino Visconti als een soort artistieke vader. Visconti is in al zijn poriën gewoon opera. En de manier hoe hij Death in Venice vertelt is opera. Hij vertelt het via de muziek van Gustav Mahler. En
Er zit ook Mussorgsky in, waarin ook een. Want dat is ook zo gaaf, want dat weet ik nu doordat ik dat boek gelezen heb. Nu zag ik dat pas, dat je een hele oude babushka-achtige oude dame met zo'n klein hoofddoekje op. Maar dan zie je een dochter daar weer van, met weer zo'n enorme hoed. En die zingt dan ook weer een lied van Mussorgsky. En die zingt dat als een soort hele goede amateur operazanger. Het is zo gaaf gedaan gewoon. En de muziek vertelt de hele gemoedstoestand van de acteur Dirk Bogarde, Gustav von Aschenbach. En Mahler is misschien wel een van de gaafste romantische componisten uit de 19e eeuw. En ik had net al Romeo en Juliet genoemd, maar Leonard Bernstein, die dus de West Side Story gemaakt heeft, die was een enorm fan van Gustav Mahler. En als je de West Side Story hoort, een film die dus ook gaat over een verboden liefde, een musical, bijna een opera. Ik vind de West Side Story eigenlijk meer een opera dan een musical. Maar ook daarin een verboden liefde, maar ook daarin de muziek van Gustav Mahler. Althans, als je sommige dingen hoort, dan moet je echt denken aan de eerste symfonie en de derde. Dan hoor je gewoon de dance at the gym. En ik vind het nu zo mooi dat ik nu die twee films aan elkaar kan koppelen. Death in Venice en The West Side Story. Met Gustav Mahler, de verboden liefde. En hoe gaaf schoonheid dus kan zijn. Zeg het, woorden schieten tekort. Want het boek alleen zegt het niet. De film alleen zegt het niet. Ik alleen zegt het niet. En de muziek alleen zegt het niet. Maar als je het samen hebt, dan heb je dus, zoals Wagner dat noemt, een gesamtkunstwerk. En dan heb je dus opera. En eigenlijk is Death in Venice een briljante opera. En dan wil ik er dit nog toevoegen, dat een jaar later heeft Benjamin Britten de opera Death in Venice gemaakt. En die heb ik eigenlijk nog nooit gezien, maar die moet ik maar eens gauw gaan opzoeken. Want Benjamin Britten heeft ook wel hele gave opera's gemaakt naar aanleiding van fantastische boeken. Goed, de aanbeveling. Het boek De Dood in Venetië. Heel kort boekje, 70 pagina's, heb je in 2 uur uit. Zo niet sneller. Zet dan ook de 5e symfonie op van Gustav Mahler of de 3e met het 4e beweging, movement. Oh, dan natuurlijk de film Death in Venice. En als je dat dan gezien hebt, dan zou ik ook gewoon voor de aardigheid de musical West Side Story weer kijken. En Benjamin Britten's Death in Venice opzoeken. En als je dat allemaal hebt gehad en je wilt nog meer, dan zou ik zeggen, ga gewoon alles van Luchino Visconti kijken. Want je zit nooit mis. En dan zou ik beginnen met de Duitse trilogie, namelijk The Damned, Death in Venice en Ludwig. Maar Il Gattopardo, oh, die is ook zo tof, met Burt Lancaster in de hoofdrol. Maar daar ga ik het nog een andere keer over hebben. Een keer als ik een beschouwing doe over de film Novecento. Maar nu hou ik toch echt op, want anders raak ik maar niet uitgepraat. Lieve mensen, tot een volgende keer.